Nieuwe competitiewedstrijd komt eraan, RKFC Mandel. Wij doen zoals altijd vooruitblikken met coach Yves Van Borm. Dat doen we nu ook weer. Toch even nog terug naar de persconferentie of het interview van Sportbeat. Daar was je superduidelijk. Na de wedstrijd van Tienen. Jawel, jawel. Ik probeer dat elke week te zijn. En, we zitten nu in de gevarendriehoek, laat ons zeggen. En, wij moeten zorgen dat we zo snel mogelijk uit die gevarendriehoek weggeraken. En daar is maar één remedie voor, en zijn punten pakken. Daar werd ook gezegd door jou, er zijn een aantal spelers die dus niet draaien zoals het zou moeten. En dan heb je nog krachtiger woorden gebruikt. Nee, wij stellen vast dat vandaag de motor niet draait zoals het moet. En ik stel vast dat de key players vandaag niet brengen wat ze moeten brengen. En op dat vlak kan ik het nog voor een stuk plaatsen. In die zin van niemand speelt 30 wedstrijden op niveau. En van mij mag is iemand slecht spelen ook. Maar er moet altijd wel een mentaliteit zijn en een wil zijn om toch nog altijd te willen winnen. En de mouwen moeten opgestroopt worden. En die mouwen zijn niet altijd opgestroopt geweest. En dat kan ik niet dulden. Maar dat wordt dan dus super bijgestuurd, neem ik aan. Ja, je kunt daar ook alleen maar de nadruk op leggen en keuzes gaan maken. En iemand die mouwen niet wil gaan opstropen, ja, die gaat een andere job moeten zoeken. Zo simpel is dat. Dat is duidelijk. Lambo, inderdaad, opnieuw andere opdrachten met Niger. Ja, is dat dan een vergiftig geschenk richting RKFC of overdrijf ik nu in kwadraat? Nee, voor ons is dat een moeilijke situatie. In de zin van, die jongen is blij dat hem een nationale selectie kan bemachtigen. En daar is ook alle begrip voor. Langs de andere kant, de enige die daarin de dupe is, dat is RKFC zelf. Want wij kunnen nooit op de speler rekenen aan 100%. En in het dagelijks leven is het ook toch het geval van als men iemand betaalt, dan hoop je dat je ook altijd op zijn diensten kunt gaan beschikken op dat moment. En dat kunnen wij niet. En dat is heel jammer. En plus, het is ook altijd een keer 2 weken weg, dan 4 weken terug. Terug 2 weken weg, 3 weken terug. Dus je kunt ook niet bouwen. En wat dat ook nog meer is, Lambo heeft op dit moment 50% van ons doelpunten gescoord. Oké, het zijn er maar 4, maar het is wel 50% en dat kan ook tellen. Dan gaan we toch even naar Mandel kijken. In hetzelfde schuitje zit Mandel, hè? Het is ook geen speedboot. Nee, inderdaad. Zij zitten in dezelfde gevarendriehoek. En ik zeg het, ik verwacht een wedstrijd op het scherp van de snee. Heel gesloten, wachtende op de fout. En hopelijk zijn wij niet die ploeg die fout gaan maken. Is het ook een opdracht van de coach om ervoor te zorgen dat het team op het veld komt en dat die knikkende knieën achterwege blijven of zijn die er niet? Bah, in die zin van, ik zeg altijd, de verantwoordelijkheid van de coach ligt hem daarin dat hij zijn elftal moet brengen op een manier waar je fier op kunt zijn. En ik ben iemand die al heel veel successen heeft gehad. En dan stond ik ook altijd op de eerste rij om dan die te ontvangen, hè, al die egaars en dergelijke meer. Maar op het moment dat het minder goed draait, zal ik ook de eerste zijn om te zeggen van, hey, ik moet mijn eigen ook in vraag stellen. En ik doe dat ook. En ik zie ook van, wat kan ik verbeteren? Hoe kan ik die ploeg beter doen draaien? En dat begint al met naar mezelf te kijken, absoluut. Succes, coach. Dank u wel.